V.I. Vandaag is een doorslaand succes op SBS 6. Het programma waarin Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Gené elke avond met een andere hoofdgast de actualiteit bespreken trekt dromme kijkers om half tien s'avonds. De mannen meten zich in een klap met gevestigde dagelijkse talkshows als op 1 en Bo. Na 1,1 miljoen, 840.000 en 884.000 kijkers, wist de vierde aflevering van VI vandaag gisteren 880.000 kijkers, 18% marktaandeel, te boeien op SBS6. Ter vergelijking, op 1 had er 912.000, 23% op NPO1 en BO had er 1,1 miljoen, 26% op RTL4. En dat terwijl SBS6 veel kleiner is dan die twee vlaggenschepen. Paul de Leeuw was gisteren de hoofdgast in VI vandaag en hij ging behoorlijk los op premier Mark Rutte. Ik vind het zo asociaal om op vrijdag een persconferentie te doen, zei de presentator bijvoorbeeld. Doe het op maandag of dinsdag, zodat de mensen dit weekend goed voorbereid open kunnen. Er is volgens Paul veel meer perspectief nodig tijdens deze lockdown. De theaters hebben minstens twee weken nodig om alles op te zetten. Zeg gewoon, we gaan eind januari open met de theaters. Ze zijn doodsbang en ik weet niet waarvoor ze doodsbang zijn, zegt hij, wijzend op de gunstige coronacijfers. Hij vindt dat Rutte faalt. Ze zaten er al een tijd geleden naast, omdat ze hebben bezuinigd en er nu te weinig IC-bedden zijn. Dat zeg jij ook steeds, Johan, dat we het aan Rutte te danken hebben dat we zo bezuinigd hebben. Dit zijn de gevolgen. Je moet ook ons hoop bieden of kansen. Net zoals de Horeca. Die restaurants hebben het perfect geregeld. René van der Gijp, je kunt de Horeca toch niet geen enkele kans geven met de cijfers van dit moment? Kijk, nu gaan ze zeggen: over twee weken weten we meer. Je moet nu toch zeggen: die Horeca tot vijf, volgende week tot acht en de week erop tot elf. Prima. Paul, de cultuur ook, hè? De cultuur is zo goed georganiseerd geweest in de tijden na de lockdown. Ik heb er zelf mee te maken gehad. Ik heb een programma gemaakt met Simone Kleinsma, iedereen zat netjes op afstand.